Ik ben Bart Zamboni en ik werk in Rotterdam Krooswijk. Ik ben Sefalta Takkordien. Ik werk op OBS de Barkentijn van Stichting Boor. Ik ben Cicely. Ik werk in de VVE. Ik werk voor kinderopvang in Manitas. Ik ben Marcus Verbel. Ik ben docent bij het Scheepvaart en Transportcollege voor het VMBO. Mijn naam is Willem Sonneveld. Ik ben 33 jaar en ik werk op de GSR in Rotterdam-Oost. Ik ben Marcia Harsel-Post. Ik werk op basisschool De Klipper in Rotterdam-Zuid. Mijn naam is Elsenbriek Visser. Ik ben hier werkzaam op Pabo Thomas Moor en ik ben ook werkzaam bij de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Ik ben Nancy van Dongen. Ik werk op de Talma School in Rotterdam-Krooswijk. Ik ben Christel Rood van Dalsem. Ik ben 32 jaar en werk op basisschool De Bavelkring in Kralingen-Krooswijk, Rotterdam. Ik ben Marjolein Hoogbroeks. Ik werk op de openluchtschool De Recon. Dat is een school voor langdurig zieke kinderen met een regiofunctie. De grootste meerwaarde is voor mij geweest dat ik veel kennis heb gekregen van veranderingsprocessen. Dat ik heel veel heb mogen oefenen. Dat heel veel mensen mij verteld hebben hoe ik dat dan vervolgens heb gedaan. En mijn verandering is ook geweest dat ik mijn netwerk enorm heb uitgebreid. Dus dat ik veel mensen heb leren kennen met wie ik mogelijk in de toekomst allerlei veranderingen kan gaan ontwerpen of kan gaan uitvoeren. En dat ik daardoor weer weet waar mijn prioriteiten liggen en waarom ik het onderwijs ben ingegaan. En dat we in plaats van alleen maar innovaties voor je eigen school kunnen bedenken, ook breder kunnen denken en het dus echt een stadsproces kunnen maken. Omdat ik denk dat inspiratie, vooral passie voor je vak, dat gewoon echt de basis is voor het onderwijs. En ik wil dat heel graag delen en ik wil dat ook heel graag terugkrijgen van mijn collega's. Het meeste wat ik bereikt heb is de samenwerking met andere partijen binnen het onderwijs. Want waar normaal leerkrachten best wel op een eiland zitten, in een eigen klas of in een eigen school, heb ik door de broedplaats en door de samenwerking en de samensmelting met alle collega's hier wel gezien dat er heel veel meer in het Rotterdamse onderwijs is dan alleen mijn eigen school. En dat is wel echt iets heel leerzaams geweest en dat neem ik wel mee naar de rest van mijn carrière. Mijn ambitie eigenlijk voor het Rotterdams onderwijs is dat veel scholen met elkaar gaan samenwerken en dat kinderen in hun krachten komen te staan. Mijn ambitie is eigenlijk om eigenlijk echt gebruik te maken van elkaars talenten en elkaars kwaliteiten. Ik zou graag willen dat Rotterdam eigenlijk een voorbeeld wordt voor de rest van Nederland ook. Vooral met alle maatschappelijke vraagstukken die er liggen. Maak gebruik van elkaar, blijf in gesprek met elkaar en hou altijd in gedachten dat iemand anders dus ergens anders vandaan komt en je daarbij weer kan helpen. En ga eens bij de buren letterlijk kijken die naast je of tegenover je een school hebben. Dus ga op zoek naar de verbinding, zou ik zeggen. Elke groep is anders, elke klas is anders en neem het beste eruit en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Probeer niet in antwoorden te denken, maar eerst 1000 vragen te stellen. Van blijf niet in je eigen klaslokaal steken en verbreed je hele blikveld. En er is zoveel meer dan dat je zou denken dat er op je eigen plek te zien en te doen is. Want ga niet zitten kniezen in je lokaal van joh, het kan allemaal niet, het kan wel.